De laatste deel van deel 3, de laatste functie, is de Square ClickHender. Dus ik heb daar straks gezegd dat we klaar zijn met HTML, en dat was bijna juist, maar we moeten nog iets kleins doen. Op dit moment hebben we het probleem dat we de hele tijd vanuit onze code onze swapfuncties moeten uitvoeren. Um, dat is natuurlijk redelijk irritant. We gaan niet vragen aan onze, de mensen die ons spel spelen om het via de code te spelen. Maar we hebben nog iets nodig waarbij als wij klikken op een vakje, dat er een functie wordt uitgevoerd. En in dit geval willen we bereiken dat als we op een vakje klikken, dat de functie swap empty square wordt uitgevoerd, uiteraard met het vakje waar we op geklikt hebben. Dat is ons doel. En de gemakkelijkste manier om dat te doen is om klikhandlers te gebruiken. Dus in JavaScript kan je eigenlijk vanuit HTML, dus dat hebben we gezien in het tolkleusen ook, je kan HTML gebruiken en aan het onclick-attribuut om zo JavaScript functies op te roepen. Je kunt ook nog andere attributen gebruiken aan JavaScript. Um, dus je kan ook bijvoorbeeld het onChange-attribuut gebruiken. Of andere attributen in HTML. Die op bepaalde momenten JavaScript-code gaan triggeren. En dus bijvoorbeeld als je een inputveld hebt. Kan je onChange toevoegen aan het inputveld. En elke keer als dat inputveld verandert. Gaat die onChange-functie opgeroepen worden. En dat is een. Um, dus uh, die functie zelf. Die onChange-functie die opgeroepen wordt. Dat noemen we de listener. Of de handler van uw event. Dat is een event-handler. Als we hier klikken, genereren we een klik-event op een cel. En de event-handler is de functie die we oproepen. En dat kunnen we instellen op, de manier dat we, op deze manier. En dus we kunnen een onclick handler een onclick event kunnen we, um, we kunnen luisteren naar het onklik-event van deze cel. Elke keer als, deze cel als hierop geklikt wordt, dan wordt de Square Click-Handler opgeroepen. Je kan dan gegevens over de cel waarin klikt, waarop geklikt is. Gegevens die kan je meegeven door dis mee te geven. Daar ga ik nu niet te gedetailleerd op ingaan. Um, jullie moeten gewoon hetzelfde doen in jullie project. Um, maar dit heeft... dis-keyword, dat is iets waar jullie... Uh, daar, oh, daar is zoveel uitleg voor nodig om dit, om dit helemaal uit te leggen, want dat heeft ge te maken met objectgericht programmeren. Je gaat hier het celobject waarop geklikt is, ga je meegeven. En het celobject heeft een hoop attributen, variabelen, eraan gekoppeld... Um, zoals de index, de, de, de rij en de cel. Um, maar daar gaan jullie in het vak objectgeheur programmeren heel veel over leren, over objecten. Weet gewoon dat door dus hier te zetten uh, en dat mee te geven aan een handler, dat je in de handler, door gebruik te maken ook van this, uh, dus uh, van, van, die, van dat object, dat je daar heel veel informatie kan opvragen. Um, dus zonder eigenlijk te weten exact hoe het werkt, weet gewoon dat dit de manier is dat we dit gaan doen. Dus we gaan een attribuut toevoegen. Dus is een onclick in dit geval, want we willen dat het gebeurt op het moment dat we klikken. Um, dan voeren we deze JavaScript-functie uit. Nu, we zouden dit kunnen gaan hardcoden in onze HTML. Alleen, waar gaan we dit hardcoden? We hebben onze cellen hier helemaal niet staan. Ah nee, onze cellen, ook als ik het reload, deze cellen die worden gegenereerd in onze JavaScript-code. Dat gebeurde in onze genereer-HTML-functies. Dus, dus dit is eigenlijk... Dit is ook nog eens een conceptueel, misschien complexe... Uh, vraag die we hier hebben. Want ja, waar ga je die onklikhandel plaatsen, is misschien uw vraag. En dus, die moet in uw HTML-code komen, uiteindelijk. We willen dat die hier, in deze tabel, dat elk van deze cellen een onklik heeft. Als we deze cellen nu gaan bekijken, zien we dat die gewoon de normale cellen zijn met een TD. We willen dat hier een onclick in komt, dat hier komt te staan onclick is en dan uh, de functie. Uh, maar dat is niet zo op dit moment. Nu waar komt deze HTML vandaan? Die wordt berekend in onze code. Dus in deze generate HTML moeten we dat doen. En waar heel specifiek? Wel, de onclick handlers moeten we implementeren voor onze cellen. Hier wordt onze string voor elke cel gegenereerd. Dus als we hier onze onclick toevoegen, dat dus als we hier toevoegen, onclick is square click handler op die manier. Dan wordt dit toegevoegd aan de HTML. Als ik dit opsla. Ja, en ik ga nu verversen hier. Dan ga ik zien dat hier ook in onze HTML overal een onsquare klikender wordt opgeroepen. Dus nu wordt er wel degelijk. En nu zie je ook dat mijn, mannen, mijn handje vervangen, vervangen wordt door een klikker. Um, een, 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 een wijsvinger. Zodat, omdat JavaScript... Ay, je browser weet dat, je hier nu, dat er nu geluisterd wordt naar klik-events. En dus, dit maakt, dit maakt hier een knop van. En daardoor wordt ook nu onze pointer mooi naar een wijsvinger vervangen als we hier op deze cellen gaan staan. Terwijl bij de lege cel is dat niet zo, want de lege cel hebben we geen onklikhandler aan toegevoegd. Dat was niet nodig. Oké. Okay. Nu moeten we natuurlijk nog onze square click-handler schrijven. Um, dus, uh, die square click-handler zelf, dat is eigenlijk uh, de opgave om deze functie te schrijven. Nu gaat die wel opgeroepen worden als we klikken. Maar we moeten natuurlijk nog een functie hebben die ook uitgevoerd wordt. Op dit moment uh, <laughs> zie je al deze error messages. Square click handler is niet defined. Elke keer als ik klik, maak ik nieuwe errors. Want we hebben die functie nog niet geschreven, uiteraard. Uh, laten we die functie eens schrijven. Square click handler. Wat moet er gebeuren als we op een cel klikken? En we hebben nog een kleine hint gekregen. Die cel click handler. Ja? En ik ga nu gewoon even een lege functie schrijven. Om het te illustreren. Uh, als ik nu refresh... Ga ik geen error messages meer krijgen. Maar er gaat er ook niks gebeuren, want mijn functie is leeg. Ja, maar ik kan in de debugger al wel een breakpoint zetten in die functie. In de square click handler. Als ik nu dus klik. Ik kan hier geen breakpoint zetten. Laat ik hier gewoon even return 0 zetten, zodat ik een breakpoint mag zetten. Um, dan kan ik hier een breakpoint zetten op deze regel. Als ik nu klik, pauseert mijn code hier. En nu kan ik dus gaan kijken. Wat het er in deze variabele cel? He, want zonder eigenlijk te weten hoe het werkt, we geven die dis mee hier, kunnen we wel even gaan kijken welke informatie we allemaal meekrijgen hier. En wat je gaat zien is heel veel informatie. Dus het is allemaal informatie over de cel waarop we geklikt hebben. En onder andere de hoogte in de client bij mij, hoe hoog die cel is, uh, van alle waarden. De HTML, innerHTML HTML hier 4. Um, je zou die innerHTML HTML hier bijvoorbeeld al kunnen gebruiken. Daardoor weten we dat er op de cel 4 is geklikt. Je zou dat kunnen gebruiken. En dan gaan zoeken waar in de array staat de waarde 4. En dan zouden we dan kunnen zeggen, ah, dan swappen we met die positie. Dus dit is info die je zou kunnen gebruiken. Maar wat wij waarsch maar waarschijnlijk, het handigste gaat zijn, is dat je ook ergens een celindex index hebt. Um, en een row-index. Um, en dus hoe gaan we die opvragen? Dus de cell index, dus bij de C zouden we die moeten kunnen zien staan. C, op, CDE. ah CDE. Hier is cell index 1. En de row index, um, de parent nodes, row index. Ah ja, dus we gaan dan naar de parent node kijken. De parent van deze cel is de rij. Dat heeft te maken met de hiërarchie. De parent node, de omvattende node, is de rij. Dat is de TR. Die kunnen we gaan vinden in parent note, in bij de P. Uh, hier per node. En die heeft dan een row index. Uh, want dat is een HTML-rij en die rij heeft een index. Dus bij de R gaan we hier de row index vinden. Um, en dus het zou nogal vervelend zijn geweest als jullie al die attributen zelf moeten gaan afscannen. RS row index 1. Maar dus die twee kunnen we gebruiken om de cel en de rij waar er geklikt is op te vragen. Hier wordt gewoon aangegeven hoe we dat moeten doen. Dus we slaan die cell index en die row index op in column row. En nu weten we op welke kolom en rij geklikt is geweest. Ik ga eerst even de rij definiëren, dan de kolom. Dat is die we altijd hebben aangehouden. Aangehoud. Oh, Oké. Okay. Dus uh, we weten nu waar er geklikt is. Wat moeten we nu doen? Wel, wat moeten we doen? We moeten swap empty square uitvoeren um, met de positie waar er geklikt is. Dat is wat we willen. En swap Empty Square controleert voor ons al of gemoog slapen. Dus dat moeten we niet nog eens doen nu. We gaan nu gewoon swap Empty Square uitvoeren. Um, met dan onze met. Hmm, probleem. Met welke puzzel? We hebben hier geen argument puzzel. Dus op dit moment gaan we onze global My Puzzle uitvoeren. Gebruiken. Dus we gebruiken op dit moment de globale variabele My Puzzle. En voor mensen die al meer JavaScript ervaring hebben of meer programmeer die weten dat het gebruik van een globale variabele niet per se mooi is, dus dit is niet de mooiste manier dat je kan aanpakken, maar om mooiere manieren uh, te gebruiken ga je waarschijnlijk gebruik willen maken van zaken als um, objecten of namespaces of er zijn verschillende opties in JavaScript om dit beter te doen, maar daar gaan we nu niet in dit vak op ingaan, omdat we niet te diep willen duiken. Dus we hebben nu een global en op dit moment gaan we de global ook gebruiken om de swap empty square op uit te voeren. Dus gaan we hier een mypuzzle gebruiken. De effectieve puzzel die getekend wordt. Um, en dan gaan we hier als cel... Um, als row een kolom gaan we gewoon de row en col die we de in het berekenen meegeven. Dus dit gaat op onze global puzzle, de puzzel die getekend wordt, gaat hij die, die cel swappen. Nu... Dit is nog niet genoeg. Laat ik dat illustreren door gewoon even te saven, de breakpoint weg te halen, refreshen. Als ik nu klik, gebeurt er nog niks. Waarom niet? Wel... Opnieuw, onze interne state wordt misschien wel aangepast, maar we tekenen die niet. Als ik nu draw puzzle uitvoer op mypuzzle, gaan we opeens zien dat er dingen veranderd zijn. Als ik nu klik en ik voer draw puzzle uit, um, wacht even, normaal als ik hier klik en ik voer draw puzzle uit, het werkt niet. Uh, heb ik ergens iets fout gedaan? Uh, we zouden verwachten dat mypuzzle swapt met de empty square. Laat ik even die draw puzzle hier eens schrijven om te kijken wat er misgaat. Um, zo. Dus blijkbaar heb ik een bug. Uh, dus ik ben het live aan het programmeren, dit kan gebeuren, ik heb een bug. Op een of andere manier... Um, wordt er hier... En ik gok dat het probleem gaat te maken hebben met een soort... Um, dus we kunnen hier overal, maar dit werkt niet. Um, het werkt bijna, maar we hebben hier duidelijk nog ergens een fout zitten. Soms wordt het geweigerd, dus deze klik wordt geweigerd. We willen even weten waarom deze klik geweigerd wordt. Waarom wordt er hier niks geswapt? Waarom gebeurt hier niks? Aangenomen dat het iets te maken heeft met onze Manhattan Distance en waarschijnlijk hebben we ergens gewoon iets fout getipt, iets dom. Dus we gaan even een breakpoint zetten hier. Ik vermoed dat in de swap empty square functie um, gaat zitten, net voor deze if wordt uitgevoerd. Dus ik nu hier klik, gaan we kijken. Ehm. Um, wat hebben we nu als waarde zitten? Dus we hebben geklikt op. Um, we, 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 swappen, we voeren swap empty square uit met 1-1. We hebben geklikt op 4, op positie 1-1. We willen swappen met 1-0. En dan willen we dat My Puzzle geswapt wordt. En dus we willen dat My Puzzle, die op dit moment um, inderdaad een 0 hier heeft staan, dat die geüpdate wordt. Dus manhattan distance zou gelijk moeten zijn aan 1 in dit geval. Laten we zien of dat klopt. Als we nu één regelcode uitvoeren. Step in. Oei. Ah ja, nee. Dus inderdaad, de Manhattan Distance wordt berekend. Dat is goed. Wat is de Manhattan Distance? Wat is ons resultaat? Het resultaat van Manhattan Distance was blijkbaar niet gelijk aan één. Dus wat heb ik hier fout gedaan? Ehm. Um, XI. Empty call is undefined. Oké. Okay. De empty call. Waarde is undefined, terwijl onze empty row. Ah, oh, wacht. Uh, la... Laat ik eens even opnieuw in deze functie stappen. Empty call is 0, empty row is, uh, empty row is 0, empty call is 1. Dat is wat we verwachten. Uh, row is 1 en call is 1. Waarom geeft onze Manhattan distance niet als resultaat 1? Uh, we gaan een step in toe doen. Nog eens, step in. Wij verwachten hier als resultaat 1 dus um, 0, dus dit wordt 1 plus ah, en we zien het hier, dit moet een min zijn en geen plus. zo, save en als we dus nu refreshen, nu is onze Manhattan distance wel correct en dus nu kunnen we onze square clickender correct implementeren. dus nu um, elke keer als we klikken Wordt swap empty square uitgevoerd. Als we klikken waar we niet mogen klikken. Dan gaat ons Manhattan distance ervoor zorgen dat er gewoon niks geswapt wordt. En er niks gebeurt. Maar als het dan Manhattan distance 1 is. Worden de twee vakjes waar we kunnen klikken geswapt. We hebben een werkende sliding puzzle game. Dus dat is dan wat er gevraagd wordt hier in deel 3. Schrijf die function square -click handler. En je ziet, soms kruipen er stomme kleine bugs in. Gebruik de debugger om snel te lokaliseren waar exact het misgaat. Voor het vergeten, als laatste deel van deze oefening moeten we ook nog uh, nakijken dat het spel niet uitgespeeld is. En dan een alert geven met Proficiat, was ik bijna vergeten. Dus uh, laten we dat nog even toevoegen. Uh, dus we hebben al een functie If check game complete geschreven. die kan controleren of my puzzle opgelost is. Um, als dat zo is, willen we die alert proficiat geven. Het lastigste aan dit te testen is waarschijnlijk om je puzzel uit te spelen. Ik zou dat hier kunnen gaan proberen, maar daar heb ik weinig zin in op dit moment. Ik ben ook niet even goed in het oplossen. Ik ga gewoon even mijn puzzel. Um, zo goed als opgelost maken. Dus laten we eens denken: dit is een opgeloste puzzel. 6, 7, uh, 0. Ah, oei. Dan hadden we hier 1, 2. 3. 4 5, 6 7 8 0. Nu starten we van de opgeloste puzzel. Natuurlijk krijgen we nog geen proficiat, want de square klik en dat wordt het niet uitgevoerd. Als ik nu hier uitvoer, hebben we geswitcht naar een niet-opgeloste puzzel. Dus ook geen proficiat. Maar als ik nu terug de puzzel oplos. Proficiat. Dus nu konden we heel snel testen dat dit inderdaad werkt. Door van onze opgeloste puzzel te starten en gewoon te zien. Dat als we in de state opgelost overgaan, dat we het alertje krijgen. Dus dat was nog een kleine additie aan uh, dit deel.